In het ontwikkelingsinstituut krijgen we vragen om een training te verzorgen rond coaching in scholen, bedrijven, overheidsinstellingen enzovoort. En men plaatst dan ons werk in een vakje. Men wil dat we een training geven rond coaching en dat zo de competentie overgedragen wordt. Terwijl eigenlijk werken wij met meerdere lagen van ontwikkeling tegelijkertijd. Als we een training geven, zijn we niet alleen bezig om de competentie aan te leren, maar we zijn ook bezig met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. We coachen deelnemers om die competentie dan in te bedden in hun eigen leven. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de teamontwikkeling waar dat mensen toe behoren, met de organisatieontwikkeling. En dat laatste betekent vooral ook vaak cultuuromslag. Zeker in verband met coaching betekent dat heel vaak hoe gaan we leiderschap hier organiseren, hoe gaan we samenwerken in een team. Die cultuuromslag is voor ons een integraal onderdeel van de training zelf. Nog een stap verder gaan we ook zelfs nadenken hoe dat een training een bijdrage is tot maatschappelijke vraagstukken. Want die maatschappelijke ontwikkelingen die komen onze leven binnen en onze werkplek. Vraagstukken zoals hoe gaan we met verschillen om, hoe gaan we met duurzaamheid om, zingeving die mensen toch zo verlangen. Al die algemene brede vraagstukken die komen ook onze trainingen binnen. Wij noemen ons profiel een crossover profiel. Dat wil zeggen dat wij als trainer zowel coach zijn van deelnemers, trainer van een competentie, zelfs een stukje consultant van een organisatieontwikkeling en zelfs filosoof van maatschappelijke ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Dat crossover profiel is heel typisch voor ons en dat is eigenlijk hetgeen dat wij te bieden hebben, niet alleen dat vakje van de competentietraining zelf. Daar zijn we heel fier op als ontwikkelingsinstituut, dat we die meerdere lagen van ontwikkeling tegelijkertijd kunnen pakken. En volgens ons is dat ook hetgeen dat organisaties op dit moment nodig hebben. Dat is eigenlijk aanbieders, trainers, die crossover kunnen werken.